En heb je dat, zeg het dan gewoon right into my face. Niet achter mijn rug op, zeg het gewoon recht in mijn gezicht. Face to face. Zeg het gewoon face to face. Zeg het niet achter mijn rug om. Kijk naar deze video. Mijn naam is Miranda. Door het naam je misschien aan de titel heb kunnen zien, ga ik het vandaag hebben over. Er zit mij gewoon wat dwars. Er speelt mij gewoon wat in mijn hoofd. Ik heb het idee dat de mensen die niet op mijn kanaal geabonneerd zijn, haters of zo, die onder mijn video's reageren of zo, die niet. Echt gewoon mensen die ik buiten YouTube echt persoonlijk ken. Gewoon persoonlijk ken. Dat alsof zij er tegenop zijn dat ik bezig ben. Dus laten we maar gewoon gauw beginnen. Maar ik wil nog wel even iets zeggen. Ik kan dus niet emotioneel, dus verdrietig. Dat weet ik niet. Dat, ik vind dat gewoon vervelend. Dat mensen zo ja, tegen me reageren over zo doen of zo denken. Dat over mensen die gewoon een stukje loer zijn op mij. Daar kan ik vrij weinig wat aan doen. Wel deze video maken. In ieder geval, als ze het weten dat het mij dwars zit. Ik ben er best kwaad over, eerlijk gezegd. Het zit mij dwars. Ik ben er best mij zo speelt. Het zit mij gewoon dwars. Dat is het. Ik kan daar niet tegen dat het zo moet gedaan worden. Sinds dat ik... Ik ben nu al bijna een jaar bezig met YouTube. En dat ze dan zo moeten reageren. Het zijn voornamelijk mensen die echt heel wat ouder zijn dan ik. Dus ik ben nu 20, bijna 21. Weet ik. Mensen ouder dan mij. Zijn maar een beetje de mensen rond de 40, 50 jarige leeftijd ongeveer. Die zo denken. Dat zijn mensen, zeg maar, die niet echt verstand hebben of iets van de technologie wat wij tegenwoordig hebben. Dus tablets, smartphones, laptops, computers. Computers, ja, weet je wel, maar smartphones, tablets en zo, dat zijn vrij nieuwe dingen. En die weet je niet. Zulke dingen, zeg maar, die ingewikkeld zijn voor hun, dat snappen ze niet. YouTube is social media. Het is een beetje anders dan YouTube, dan Facebook en al die zooi. Ja, kijk, en dat... is ook social media platform YouTube. En die snappen ze niet. Kijk, het is iets anders dan Facebook of andere social media. Want YouTube komt over de hele wereld. Jouw video komt over de hele wereld te zien. Je krijgt de hele wereld te zien natuurlijk. Maar. Er zijn echt mensen die ik gewoon persoonlijk ken. Waar ik het idee van heb. Dat zij erop tegen zijn. Dat ik bezig ben met YouTube. Kijk. Aan de ene kant. Ik vind het vervelend. Aan de ene kant. Ik denk van nou en. Maar toch wil ik het toch bespreken. Want ja, ik vind het toch best vervelend als mensen zo denken. Dat ik... En heb je dat, zeg het dan gewoon right into my face. Niet achter mijn rug op, zeg het gewoon recht in mijn gezicht. Face to face. Zeg het gewoon face to face. Zeg het niet achter mijn rug om. Of iets. Ja. Of zeg het gewoon tegen me, gelijk recht in mijn gezicht, want dan weet ik het. Zeg het gewoon tegen me. Kijk, ik kan er best tegen als je dat tegen me zegt. Ik kan met kritiek omgaan. Ik weet hoe ik ermee om moet gaan. Ik pak het goed op. Ik pak vrij redelijk goed op. Eerst word ik natuurlijk een beetje. Kan ik een beetje anders reageren. Maar uiteindelijk toch pak ik het goed op. Want dan gaat de knop maar om. Oh, zo kan ik doen. Maar zeg het dan gewoon recht in mijn gezicht. Ga dat niet dan via mijn ouders of wie dan ook te spelen. Nee, zeg het tegen recht in mijn gezicht. Dan ik... Ja, ik vind het gewoon jammer dat zulke mensen zo denken. Kijk, wat ik wel denk is... Sorry, ik weet ook wat ik wel weet is dat ze gewoon jaloers zijn op mij, hoe ik het doe. En dat ik beter overweg kan met zulke dingen dan zij. En kijk, er zijn ook wel een heleboel mensen die het leuk vinden hoor, dat ik het doe.
Maar ik wil gewoon dit bespreken, dat mensen die zo over denken, dan het ook weten dat ik het vervelend vind. Dat het zo wordt gemoed, zo gedaan moet ze worden. Ik weet niet, ik vind het gewoon vrij naar dat er zo wordt over gedacht. Er zijn vast wel meerdere YouTubers die er last van hebben. In de vrienden- en familiekring. Bij mij is het echt in de vrienden- en familiekring dat het zo is. Want voor een week of zo, laatst kreeg ik ook weer een reactie van iemand die ook geabonneerd is op mijn kanaal. Ik wel persoonlijk ken. Die zei dat ik te veel informatie op mijn kanaal plaatst. Terwijl ik hetzelfde geen idee van heb wat hij ermee bedoelt, hij niet dat dat op YouTube komt. Hij normaal is. Ik snap dat niet. Dan kan ik het ook over zijn kanaal zeggen. Over diegene, de kanaal van diegene. Ook zeggen, je doet maar na, bijvoorbeeld. Maar dat doet het niet helemaal. Dus helemaal niet. Ik vind het toch een beetje raar dat je zo moet denken. Zo praat over mijn kanaal. Ten eerste, waarom ben je dan geabonneerd op mijn kanaal? En ten tweede, je mag geabonneerd blijven. Kies jezelf voor om te abonneren. Nou ja. Ik snap het niet. Ja. Ik vind het gewoon vrij vervelend. Ik heb dat gewoon niet. Want zulke mensen die het zo zeggen, die zijn gewoon hartstikke jaloers op mij. Dat ik het zo goed doe. Ik heb wel 23 abonnees. Maar toch voor zo iemand doe ik het toch. Waarom er zo gereageerd moet worden. Ik heb daar verder geen woorden voor. Ik ben één, ik ben daar echt teleurgesteld. En twee, ik ben kwaad al best boos over. Ik kan daar niet tegen dat er zo moet gedaan worden. Alleen maar omdat ik anders ben dan anderen, omdat ik bezig ben met YouTube. Mensen zeggen dat ik anders ben dan anderen, omdat ik bezig ben met YouTube. En ze schaamt. Als je ervoor schaamt, zeg het dan gewoon. Want dan kan, weet ik het. Ik heb dus eigenlijk toch wel niet veel over te doen. Want ik heb gewoon echt niks. Ja, bijna niet veel. Over te vertellen, omdat ik echt gewoon kwaad over ben. En ben je het met me eens, dan ben ik blij. Laat het dan ook gewoon in de reacties weten. Want ik wil deze video dus ook gelijk af gaan sluiten. Vond je deze video leuk? Doe er zeker een duimpje omhoog. En vergeet zeker niet onder mijn kanaal te abonneren. Maar, sorry voor dat ik deze keer ook minder vrolijk ben. Sorry daarvoor, de volgende keer zou ik beloven dat ik vrolijk over ben. Dus ja, dus ik zie je bij de volgende video weer.